haven waar Rotterdam soms. Dames en heren, hiermee zijn de Wereldhavendagen Rotterdam 2014 officieel geopend. De kade kunnen afmeren. Als een schip langs zij komt van de kade, hebben we natuurlijk uiteraard ook nog de roeiers. De roeiers zorgen dan dat de nou, aan de kant van de Erasmusbrug kunt u nu heel goed zien dat die Ultra Tuck 12 de carousel sleepboot is. Onder die sturen ziet u dus ook niet op te kunnen vallen. Want er zit heel veel vermogen in dat soort schepen. Op verschil met 15 jaar geleden waar de sleepbootjes al heel klein waren. Maar ook de schepen die op evenement als de Wereldhavendagen. Zij staan al sinds jaren en dag met een boot van de KNRM. Het is zeer koud. We kunnen niet zo lang te water liggen. U ziet het hier vlak voor de kade gebeuren. Nou, beide worden nu aan boord getrokken, u ziet het. Aangetrokken boord, dat is zeer schoon. De kranen die u daar voor zich van meteen zien hangen, die zijn 23 meter hoog. Wat dacht je van onze energievoorziening? Als je op die brug kijkt, dan zie je niks. Wij zijn onder de regio die pas op de stad zoveel. Maar het is laatste keer meer. Het is het allemaal munitiekistjes. Gewoon dan. Gewoon een munitiekistje, ja. Die is de eerste. Yeah, well, yeah, well, yeah. Yeah.
Okay.